Ja, Eindhoven, de gevaarlijkste, doet zijn naam eer aan. We hadden de bus laten staan. Misschien niet heel slim, dat weet ik niet. Maar wij dachten dat dat kon. We hebben veel gegeven, gekregen van Brabant. En nou hebben ze iets teruggenomen. Ik hoop dat ze er plezier van hebben. Maar we hebben ook nog een klein voorstel, ja. Mike. Ja, we dachten, als ze ze nou gewoon terugkomen brengen, dan spreken we deze af, dat wij zijn niet boos. Wij zijn teleurgesteld. Teleurgesteld wel, maar goed. Kom nou gewoon terug met die spullen, want je kunt er helemaal niks mee. Het is namelijk zo, het is allemaal ingegraveerd en je kunt niet verkopen. Plus, ja, wie wil je filmen? Hè? Of dat is als er iemand 50.000 euro heeft om nieuwe spullen te kopen, mag ook. Ja, het is ook goed. Maar in ieder geval, de belangrijkste apparatuur hebben ze trouwens niet meegenomen. Dus krijgen die lichten nooit aan. Kunnen ze nog een keer voor terugkomen? Dan kunnen ze terugkomen. Maar we hebben voorgesteld, kom terug. We krijgen een bezieling. Oh, sorry. We hebben namelijk twee prachtige blote vrouwen op de set. Die hebben ze niet meegenomen. Nee. En je krijgt de benzinegeld als je terugbelt, brengt, want het kost natuurlijk een hoop geld met een zware bus, spullen jatten. En je mag het ook mee eten straks. En een pilsje vatten. En dan mag je ook, bij de première ben je uitsmijter. Ja, omdat jullie heel veel dingen weg kunnen halen. Het is een heel mooi totaalpakket, maar even terug naar de ernst van de zaak. Het is natuurlijk niet fijn dat het allemaal weg is. Nee, maar ja, natuurlijk is het niet fijn. Maar ja, je blijkbaar vinden mensen het nodig om echt heel veel moeite te doen om lampen weg te halen waar ze helemaal niks mee kunnen. Want het gaat om lampen. Wat is de waarde ervan, Frank? Ik geloof dat het tussen de 40.000 en 50.000 euro aan spullen weg is. Het is kloten. Bovendien moesten we nu nieuwe spullen gaan inhuren. Nou, dat geld hebben we eigenlijk helemaal niet. Nee. Sowieso. En het zal allemaal wel verzekerd zijn, maar het is gewoon vervelend. Mensen, zijn vader die zei altijd, je moet met op poten van allemaal spullen afblijven. En dat geldt voor jullie ook. Jongens, ja. Denk eraan. Zijn de opnames van jullie film nou in gevaar door, laten we dit dan toch maar een incident noemen? Nee, wij in Brabant, wij lossen alles op in Brabant. Wij regelen gewoon nieuwe spullen. En anders zetten we gewoon geen lamp op Mike en wel op die twee meisjes. Ja. En dan wordt de scène ook niet slechter van, nee. Natuurlijk. Nee, dat is ook waar. Nee, het komt niet in gevaar, maar het is wel heel vervelend. Het is gewoon niet leuk. Het is geen leuke opstart van de dag. Het gaat allemaal supergoed tot nu toe. We zijn echt heel blij en het is echt heel fijn om te draaien in Eindhoven al 19 dagen. En dit is dan toch een beetje een domper. Maar goed. De politie is ook even komen kijken. Kunnen zij nog iets voor jullie doen? Stilstaan hier. Ja, de boel bewaken. De boel bewaken. Ja, nee, ja. Toch misschien een beetje rondvragen doen. Het zijn echt hele specifieke spullen. Dus het is geen fiets die je zomaar doorverkoopt. Dus ik ben benieuwd waar het zich weer op duikt. Ja, we vermoeden ook dat de daders van boven de rivier komen. Maar dit is hij. Hey, dankjewel. Houden.